Nou, onze plaaier vaart uit en twee visserskottertjes komen binnen. Ja, ja. Al is zo'n ding dan ook groot, hè? Kanonnen. Dan verzuipen die visserskottertjes zo meteen. Jawel. Mooi gezicht, hè? Komt er nou nog een Texelse boot terug? Ja. Deze tijd nog? Het is meteen over 9 hoor. Oké. Ja, mijn klok die staat niet goed in mijn... En er gaat ook nog weer een boot uit. Ja, maar ik kan niet in mijn menu komen van mijn booster. Ja. Ah, mooi, hè? Ja, ja, mooi. Nou, tot later. Hoe mooi is dat? Dat is toch een prachtig gezicht. Heb jij ook met jouw fototoestel ook die strepen van de zon erin? Net alsof het een ster is met twee strepen. Mooi, hè? Zo geweldig. Nog even, dan is die er op mijn camera. Prachtig. Wat zou de zon vandaag doen? Zakken in de zee of zakken in een wolk? En maar als hij in de zee gaat zakken, dan zist hij, hè? Dan gaat hij zissen. Oeh, mooi. En dan kwam de Texelse boot ook binnen. Ja. Welke is het? Ja. Oké. Nou, hebben we dat ook weer beleefd. Hebben we dat ook weer beleefd. En dan gaat Chrisje weer. Gelijk zonsverduistering. Ja, lieve vrienden, word niet blind. Wordt niet scheel, maar dat is de ondergaande zon. Ja, ik heb even ingezoomd. Nou zoom ik weer uit. Nou heb ik helemaal uitgezoomd. Maar ik vind het toch mooier als ik hem dichterbij haal. Dat vind ik zelf, maar wie ben ik? Ik zie wat er gebeurt. Zo. Oeh, mooi. En dan gaat hij straks sissen. Oeh. Ik hoor het nou al. Ha. Ja, doeg. Wie het is, weet ik niet. Het zal me de worst wezen. Ik ben aan het filmen. De ondergaande zon. Zo simpel. Oh, dat was Karin. Nou, het is even pech. Kom thuis alweer. Wat vind je mooier? Nou, met die andere mens. Oh. Dan heb ik het zonnetje wel op mijn voelen. Hoe vind je dit dan? Ja. Is het mooi? Ja. Ik hoop niet dat die wazig is. Normaal als ik inzoom wordt de boel wazig. Maar ik vind dit zo mooi. Mooi, hè, meneer? Ja, ik heb er al op staan, hoor. Ik ben aan het vloggen. Vloggen, ja. Ja, doe ik al. Ja. Belt ze alweer, maar ik kan niet aannemen. Trien Hola.
Jeetje, wat gaat het hard. En dat schip er nog voorlangs. Oh, prachtig. Ik ben er zelfs wel wat schil van. Ja, daar word ik schil van. Tjoe, ik zie allemaal lichtvlekken in mijn ogen. Wow. Halleluja. Ga je mee naar de dijk en de zon in de zeesje zakken en zissen dat hij doet? Jawel. En dan zak ik nou in de zee, hoor. Ja, vandaag zak je in de zee, niet achter zo'n... Ja, meneer, dank u wel. Achter ons langslopen had nog een beetje fatsoen geweest. De meneer wilde graag gekocht worden. Ja, het is zijn eigen schuld hoor. Gaat wel op YouTube. Nou raakt het water. Ja, hij raakt het water, lieve vrienden. Hoor hem in gedachten sissen. Hij gaat langzaam ten onder om op een andere deel van onze wereldbol te gaan schijnen. Dan hoop ik toch werkelijk wel dat daar waar al die branden nou momenteel heerst, dat daar eindelijk ook eens een keer wat regen zal vallen in grotere hoeveelheden. Niet dat er zo'n overstroming krijgt, maar wel dat de branden uitgaan. Kijk dan. Ik hoor hem sissen. Ja. Sst. Gaat nog een bootje. Wat is dit mooi? Ja, ja. Ja, de poort, hè, zo. Ja. Ik zie een poort wijd openstaan. Waardoor ik het licht zie stromen. La 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 la. En dan komt het bootje ook natuurlijk in zicht. Maakt niet uit. Hij wordt een beetje wazig. Ik moet eventjes een beetje uitzoomen. Nee, ik zoom in. Uit, zei ik. Uit. Ja, hou maar. Even weer een beetje dicht. Ho, zo. Is het mooi. Is het mooi. Oh, ik moet even anders zitten. Zo. Nou, dan proberen we weer even in te zoomen. Ah, ik heb nog een grote lens erop staan. Ja, maar dat heb ik niet. Ja, jij wel. Maar ik wil dus wat ik vanmiddag of zei of vanavond. Kijk dan. Wow, allemaal hoge golfjes. Dat deed dat bootje. Mooi hoor. Geweldig. Waarom wordt de zon altijd rood als die ondergaat, als zij ondergaat? Ik heb geleerd, de zon is vrouwelijk en de maan is mannelijk. Trouwens, vanavond is ook zo. We kunnen Mars zien. Ja, dat is goed is wel. Maar dan moet je op de vlakte wezen, werd er gezegd. Ja. Nou, grotere vlakte als dit kunnen we niet hebben. Maar dan moet je hier wachten tot het donker is. Zo hé. En het mag niet bewolkt worden. Dan moet je kijken wat we wel hebben. Er hangen al wolken in de lucht.
Hoe mooi is dit? Mooi, hè? Beetje bij beetje zakt ze weg. En als ze eenmaal weg is, is het gelijk een stuk donkerder. Ja, dan mag en kouder. Ook dat. Nou, maar dat is het nou al. Ik heb al twee jasjes aan. Wel dunne, maar toch. Prachtig, prachtig, prachtig. En nog steeds die gloed erboven. Geweldig. Je ziet nog steeds die gloed erboven, hè? Dat betekent dat ze nog steeds niet weg is. Vrouw bepouwen, hè? Ja. Gaat ze allemaal niet weg. Nee, daarom. Wij vrouwen zijn sterker dan mannen wat dat er gaat. Zie ik nou ook al een ster? Als je omhoog kijkt, dan zie je dat gekke wolkje boven die zon en dan zie je een hele lichtpunt. Ik weet niet waar Mars komt. Weet ik ook niet. Maar dan moet je als een witte bol zien ook. Ja, ik denk dat jullie die ster niet zien. Wel dat wolkje wat ik bedoelde, maar daarboven staat een ster. Ja. Daar staat een ster. Ze staat te ver, maar strakjes komt ze dichterbij. La 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 la. La 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 la. Zo. .nl. Ja, als de zon onder is, dan verschijnt de eerste ster. Ja. Is het mooi, mooi, mooi. Is het mooi, mooi, mooi. Tot morgen, zonnetje. Vroeger werd mij verteld, als de zon onderging, ging de zon slapen. Maar die gaat niet slapen. Nee, ze blijft doorschijnen op een ander deel van de wereld. Ik weet denk ik niet waar, maar ja, ik ben geen alleskundige. Die werkt zich te pret overnacht. Hé, wie is de vader? De zon die weg is, zegt de pet of niet? Ja, ergens anders weer. Nou, staat het er goed op? Ja, ik ben nog steeds bezig, want jij ziet nog. Het is deze avond ook wel uitzonderlijk mooi. Ja, maar vanavond moet je Mars ergens kunnen zien. Mars? Ja, er staat hij. Heel dichtbij op ons, op de aarde. Maar ja, dit komt op YouTube, hè, wat ik doe. Ik heb een eigen YouTube-kanaal. Oh, en hoeveel kijkers heb je? Weet jij het zo uit je hoofd? Over de 100 al, hè? 125, 100, weet ik veel. Ik weet het zo uit mijn hoofd niet. Maar ja, ik vind het wel dat je zo, ze is gezakt en we hebben er niet te horen zitten. Tenminste, dan moet je denken. Nee, ik kom van de Noordpool. Ik kom van de Noordpool. Ja. Ik ben daar zien. Ik ben een beetje bevroren. Oh. Blauw en zwart. Oh, ja. Nou, oké, lieve vrienden. Tot later. Lieve vrienden, en daar zijn we weer even. Ja, ja, want ik zie iets bijzonders. En dat is dat mooie grote schip wat daar vaart. Ja! Drie man raden van wie die nou is. Ik zal het maar zeggen. Van onze koninklijke hoogheid. Heden, hoe zeg je dat? Heden. Koning Willem en koningin Maxima. Ik zal even proberen wat die kant op te rijden. Achter Christiaan.
En ik hang helemaal naar rechts. Wat een ding niet. Wat een toren staat er ook op. Waarom moet er een toren op zitten? Weet jij dat? Hij heeft nog een... Ik ga even zo doen. Wat een ding, niet? Ik ben benieuwd wat dat is, die toren. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Ja, doe maar. Als je dat nog lukt met dit licht... Sorry, last van mijn maag. En dit. Ja, dat is dus het schip van onze koninklijke hoogheden. Binnenkort komen ze dus in Den Haag te wonen. Maar dat is dan een boot. Tjoe. Maar ze hadden toch ook die groene waren die. Ja, die is voor wat Beatrix. Of iets nog, weet ik veel. Als ze met die meiden natuurlijk op vakantie gaan met de boot, dan willen die meiden natuurlijk ook hun eigen kamer en eigen douche. Wat een ding niet. Jeetje mina. Hij heeft geen eens geen licht aan op boord, dan enkel bij de punt. Ja, toplicht. Mannen, dat hebben wij weer, hè? Osje, posje. Pardon? Chrissy loopt weer omhoog. Ja, om beter op een andere manier foto's te maken. Maar dit is toch wel echt grandioos zo mooi, hè? Ik zie dus voor het eerst dat deze boot van hun binnenvaart. Ik weet dat ze de groene draak bezitten in die familie. Maar dit... Nou, ze zullen wel niet aan boord zijn, hoor. Zal wel weer voor onderhoud naar binnen komen. Want dat wordt hier altijd gedaan. Wat een ding, ding, ding. Poel, poel, poel. Dit wordt weer een vlog van, hè? Dit wordt weer lekker lang. Ja, ja. Ik moet even draaien, 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 draaien. Ik weet het. Zitten. Oh. En ik denk dat dat bootje erbij hoort. Dat die hem naar binnen loodst op een of andere manier. Voor veiligheid, als ze er al wel op mochten zitten. Ik weet het niet. Mooi toch? Of niet dan? Ja, binnenin brandt ook licht. Wat een ding, wat een ding. K.
kanonnen, ja. Met zo'n ding kan je ook wel overal naartoe varen als je er niet bang van bent. Ik kom er niet op hoor. Dat is een ding wat zeker is. Kanonnen. Echt grandioos. Ik vind het mooi, pardon. Ja, ik ga mijn camera aan. Ik krijg koude handen.